Hoi. Welkom bij Stichting WEF en welkom bij Marie Matcha, een tentoonstelling in het teken van Maria. Eva Lenis, die daar staat, en ik zijn de initiatiefdenksters van deze tentoonstelling. En we hebben gisteren en eergisteren heel erg ons best gedaan om het te maken van wat het nu is. Daarnaast wil ik heel graag de tentoonstelling opdragen aan mijn moeder, die net overleden is. En mede door haar heb ik de devotie en de fascinatie en de liefde voor Maria meegekregen. Dus bij deze Emerentiana van Engelen is hier ook bij. Daarnaast heb ik twee mensen bereid gevonden die deze opening extra cachet kunnen geven. En dat is Peter van der Wal, die gaat wat voorlezen uit eigen werk. En daarna zal Fleur Marin het Ave Maria voor ons zingen. Maar eerst aandacht voor Peter. In mijn laatste bundel heb ik twee gedichten aan het verschijnsel Maria gewijd en die wou ik eigenlijk voorlezen. De boodschap. Maria verscheen als edelhert, nog hijgend onder eigen gewicht en nog dronken van de kronkelende paden in de schaduw van het hoge gebladerte. In haar stuitende onbruikbaarheid, hard stuitend op de werkelijkheid, is de pijn voldongen uit het feit, zwart op zwart en zonder respijt. Ave Maria. Welke God zal mij weigeren? Ik kom in vrede. Mijn lichaam slaapt en haar geest waakt over ons allen. Wie sprak het uit, de vloek die mij verbonden? Na de wieg, mijn baan om de aarde, de schouders op te kunnen halen. Jij was mijn hoop, mijn vrees, mijn genade. Thank you.
bij deze is de tentoonstelling geopend en de bar is ook open. Ja. Yes! Ja, dat is wel durftig. Leuk hoor. Ja, en dat is de paard. Ja, dat is de paard. En hij is nat. Kom, we zetten hem gewoon weer in.